Hallo beste kijkers, momenteel sta ik voor het federaal parlement. Vandaag bestuderen we de weg van de wet. Kom, we nemen snel een kijkje binnenin. Zoals jullie hier kunnen zien, ligt er een rode loper. Deze rode loper leidt naar de Senaat. De rode kleur is afkomstig uit Engeland. Daar is de House of Lords, heeft daar de rode kleur. En dat is afkomstig van bij de Romeinen, omdat zij de Senaat versierden in de rode kleur. Clap your hands now. Dankjewel. Dat was dan meer zo'n persoonlijke vraag. Nu gaan we toch meer iets technischer gaan. Ja. Dus op de sociale media had u al de wet van de donorkinderen, dat in afkomst toch zouden te weten komen, toch al bekendgemaakt. En die toont dus ook aan dat u als bevoegdheid dus bij de volksgezondheid heeft. En wat zijn uw andere bevoegdheden dan zo nog? Collega's, goedemiddag. De zitting is geopend. Ik moet u melden dat vanwege technische problemen de vragen nog niet zijn rondgedeeld. En het heeft te maken, voor alle duidelijkheid, collega's, met machines die het hebben laten afweten en met niets anders. Hallo, ik ben Elena en we bevinden ons in de leeszaal. Het parlement heeft twee leeszalen waar de parlementariërs elke dag hun krant kunnen komen lezen. Sluit u de microfoon van meneer af? Sluit u dat af? Nadat een wetsvoorstel of wetsontwerp is ingediend, wordt het doorgewezen naar de commissie. De commissie bestaat uit een kleine groep van 17 leden die bevoegd zijn voor één enkel onderwerp, bijvoorbeeld de commissie van onderwijs. Naar gelang van de stem zal een bord achter mij oplichten. Bijvoorbeeld het getal 70, wanneer daar een persoon ja heeft gestemd, zal dit nummer op het bord groen oplichten. Wanneer deze nee stemt, zal dit rood oplichten. En de Senaat treedt enkel op bij herzieningen van een grondwet of wetten die de betrekkingen tussen de federale staat en de deelstaten regelen. Denkt u niet dat de staat te weinig werk heeft en dat moet zijn gedaan worden, denkt u? U beseft toch ook dat dit het slechtste beeld is dat u van het parlement kan geven? Je moet 21 jaar oud zijn, Belg. Je moet in België zelf verblijven en je moet genieten van politieke en burgerlijke rechten. Ah nee? Allee. Doet dat toch niet? De onderzoekscommissie stelt hiervoor experts aan en ze kunnen beroep doen op de rechterlijke macht om een onderzoek te starten. Clap your hands now. Iedereen zingt zoals hij gepekt is. Dat is een mooi Vlaams spreekwoord. En voor de rest heb ik daar geen commentaar over te geven. Goeiedag meneer. Heeft u even tijd voor mij? Zeker en vast. Dus u zit al jaren in de politiek. Wat vindt u dat nu van? Ik vind dat allemaal prima. Schrijft u dat maar op. Nee, maar ik begrijp natuurlijk dat iedereen zijn rol moet spelen, maar ik ook de mijne.